Fragment 5. Zie je graag. Dag lieve oma. De trein snijdt het landschap in twee. De stille Kempen ligt achter mij en de westhoek longt. Ik ben vertrokken. Wacht, eerst de laptop op het tafeltje zetten. Er zit gelukkig niemand tegenover mij of naast mij. Ik kan schrijven wat ik wil. Toen ik vorige maandag in de snackbar mijn vakantiegeld kreeg. Kocht ik een digitaal fototoestel. Mama vond dat ik dat had verdiend, na weken heen en weer hollen in te kleine sportschoenen. Elke donderdag om drie uur stipt, stapt kapitein Iglo in de snakbaar naar zijn vaste tafel. Alles moet worden opgediend zoals het op het grijze blaadje in zijn hoofd genoteerd staat: de thee met citroen, de krant, de morgen, geen andere alsjeblieft. En precies één uur later een koninginnenhapje met een salade. Bovendien wil de oude snoeper alleen door mij bediend worden. Hoe heet jij? Ik ben Lize. Je bent toch vast in dienst hier? Nee, antwoord ik vriendelijk. Ik ga volgende week weer naar school. Hij kijkt beteuterd. Wat studeer je dan? vraagt hij. In zijn witte baard ontdek ik vreemde pluisjes. Fotografie, zeg ik. Ik leg de rekening naast zijn lege theekopje. Van het citroenschijfje blijft alleen de schil over. Het halve maandje heeft hij leeggezogen en het ligt naast zijn schoteltje op tafel. Fotografie? Ben jij al achttien dan? Hij krapt met zijn hand aan zijn oor. Nee, zeg ik, terwijl ik wacht tot hij zijn portefeuille neemt. Ik word over enkele dagen zestien. Ik ga mijn laatste twee jaren op internaat. De school ligt in West-Vlaanderen. Hij haalt een damesportemonnee uit zijn rechterzak en schudt alle munten eruit. Enkele koperen muntjes rollen over de vloer. Internaat, stout meisje dus. Ik tel de munten tot het gewenste bedrag en zeg droog. Slim meisje, hoe eerder ik het vak ken, hoe beter. Ik wil ook journaliste worden. Hij prikt in een vergeten asperge. Zo gaat dat. Kleine meisjes varen uit, mompelt hij. Ik steek mijn handen in mijn witte short en loop van hem weg. Op de vloer ligt nog wat klein geld. Achter de kassa staar ik naar buiten. Kapitein Iglo heeft gelijk, oma. Het stoute meisje vaart uit. Zoals vroeger. We hadden een boot van karton gebouwd. Ik was acht en Nishan tien. Iedere woensdagmiddag wierp hij in jouw tuin een zelfgemaakt anker uit. Hij trok zijn piratenhandschoen uit en legde mijn hand in de zijne. We zijn er, Prinses Tagui. Gracieus zette ik eerst de punt van mijn oude balletschoen aan wal. Daarna volgde het tweede voetje. Onder de plataan las ik een woordjes voor. Kip, pal, bed of boom? Boom, zei ik. Boom, zei hij. En mijn piraat wees naar het bladerdak boven onze hoofden. Koppig legde hij zijn kind tussen zijn knieën met korsten en werd boos op zichzelf, omdat het allemaal zo traag ging. Kat, plaagde ik hem, terwijl ik naar een tekening van een herdershond wees. Stomme trut, riep hij, en hij rukte het boekje boos uit mijn handen. Jouw pannenkoeken roken naar suiker. We luisterden naar Samsonliedjes in een Fisher Prize recorder en speelden oorlogsbuit met het monopoliegeld dat we hadden veroverd. Opa leefde nog en de hemel bestond. Melis, Nishan's moeder, stak om het uur haar prachtige hoofd door de haag. "Nishan is toch niet te vermoeiend, Elisabeth? riep ze richting keuken. Jij veegde je handen af aan je schort, wandelde de tuin in en antwoordde. Nee hoor, hij heeft net voet aan wal gezet en de prinses wil vast nog een pannenkoek met chocolade. Nishan wreef met zijn handen over zijn bolle buik waaronder een gebloemd kussen uit het tuinhuisje zat. Hij was groot en sterk. En sprak al redelijk goed Nederlands. Buit nog tellen, riep hij. Daarna kom ik. Onder de plataan dekten we een witte tafel. Jij smolt chocolade en klopte de slagroom, oma. We morsten bruine suiker en stoten bekers om. Maar dat gaf allemaal niets. Niet erg, kinderen. Daar zijn wasmachines voor, zei je. Jij vond die vriendschap tussen Nishan en mij gewoon geweldig. Hé, oma? Ik zag het aan de manier waarop je naar ons keek. Rond zes uur verdween Nishan door het gat in de haag en pikte mama mij op. Ik reed met tegenzin naar huis. Heb je honger, Lize? vroeg mama. Nee, zei ik. Oma heeft een bergpannenkoeken gebakken. Mama schoof twee diepvriesschotels in de microgolfoven. Terwijl mijn ouders zwijgend hun schrale maaltijd aten, maakte ik mijn huiswerk. De klok tikte traag de minuten weg en ik wilde iedere woensdag vroeg naar bed. Van papa kreeg ik een slordige nachtzoen, van mama een ruwe aai over mijn hoofd, alsof ik een aapje was dat daarvoor kwam bedelen. Voor zover ik het mij kan herinneren, had ze iedere avond een stapel papier bij zich. Dossiers noemde ze dat. Met de vingers van haar rechterhand streek ze haar haren achter haar elfenoor, waarna ze de dossiers één voor één begon door te nemen. Papa knipte de tv aan en leek dwars door het toestel heen te staren naar zijn lege leven. Op de vloer stond zijn biertje zonder kraag. Slap Cinderella, hoorde ik hem zeggen. Mijn hand boende de trapleuning. Ik heb nooit geweten wat je van het huwelijk van mijn ouders vond, oma. Vond je mij te jong om daarover te praten? Misschien zou ik er ook geen oren naar gehad hebben. Ik wist dat ik mijn piraat op school weer zou zien. En dat hij zijn prinses Taguhi de volgende woensdag weer zou schaken. Dat was voor mij genoeg als tegengewicht. Herinneringen aan Nishan blijven de laatste dagen door mijn hoofd spoken, oma. Dat begrijp je toch? Herinneringen aan de tijd dat er nog geen donkere wolken boven ons hingen? Hij was twaalf, maar leunde als een jongen van veertien tegen het ijzeren hek van de schoolpoort. Hij lachte stoer naar zijn vrienden als ik in de buurt kwam en haaste zich om een boekentas te dragen. Zijn vrienden lachten hem uit en waren jaloers op onze vriendschap. Eén keer zei Jari, een stront vervelende dikkerd, dat hij een mietje was. Nishan wrong Jaris kop tussen het ijzeren hek. De etter had een uur nodig om zich los te frikken. Weet je nog, oma, hoe Nishan en ik in jouw tuinhuisje met vuur speelden? Ik was twaalf, hij veertien. We hadden theelichtjes in een kring gezet en bladerden in zijn fotoboek. Ik voelde zijn dijen tegen de mijne branden. Hij zat op een stapel oude kranten en toonde mij een foto van zijn armeense vader en Oekraïense moeder die naast een bruin en een zwart paard poseerden. Ik wiebelde op een versleten kinderstoel. Armenië was vroeger één van de vijftien landen van de Sovjet-Unie, vertelde hij in perfect Nederlands. Ik durfde hem niet in de ogen te kijken. Die gloeide. Net als de zijkant van mijn dij. Het bruine paard heet Sarkis. Dat betekent koninklijk, zei hij. Het andere Levon. Hij keek door het raampje naar buiten. En wat betekent Levon? vroeg ik. Leeuw, zei hij. Ik keek naar Nishans rug. Die was breed en sterk. We hadden in Jerevaan ook zo'n tuin als deze. De paarden stonden erin. Vertel nog meer over de paarden, fluisterde ik, terwijl ik een nieuwe luciferaan streek. Er moesten nog een tiental teligjes aan. Nishan schoof de stapel kranten dichter bij mijn stoeltje. Zijn vingers waren lang en bladerden terug. Mijn hart ging wild tekeer, omdat onze knieën elkaar raakten. Hij vertelde terwijl hij naar een foto van Levon wees. Als de stad sliep, brachten we de paarden naar buiten. Mijn vader hield Levon vast, mijn moeder Sarkis. Ik zat zonder zadel op Levon. Op een avond gleed ik zachtjes van het paard in de sneeuw. Pas toen Levon stopte, merkte mijn vader dat ik er niet meer op zat. Hij bladerde verder tot een dorp in de bergen. In Armenië zijn er echte winters. Het vriest er soms tot min 35 graden. Ik werd verliefd op dat dorp, op het paard en op hem. De kleine jongen in de sneeuw. Hij vertelde: Er lag zoveel sneeuw dat er geen auto's konden rijden. De paarden kwamen goed van pas. Iedere dag moest ik ze samen met papa of mama naar de berg brengen, zodat ze de hele dag konden grazen. S'avonds ging ik ze halen. Ik bladerde verder, voorzichtig, bang de dunne blaadjes in het album te scheuren. De teletjes waren dansende vlammetjes. Jullie woonden dus in een boerderij. Een kleine boerderij, zei Nishan en hij bloosde. Ik begreep dat Nishans familie arm was en vond dat heel romantisch. Hij wees naar een gevlekte koe. Mijn ouders kochten twee koeien en drie geitjes. Schattig, zei ik zacht. De mensen van het dorp namen ze mee naar de bergen. S'avonds kwamen ze ermee naar huis en kon mama ze melken. De boeren leerden me hoe ik van melk, kaas en boter kon maken. Ze leerde mama brood bakken in de bakplaats waar de vrouwen samenkwamen. Ik mocht mee. Ik zag mijn vriendje Nishan, een schriele jongen met blauwe wangen van de kou, bibberen tussen Russische vrouwen van wol. Hoe ging dat dan? vroeg ik. In een diepe put wordt een houtvuur gemaakt, vertelde hij enthousiast. Als het hout in as verandert, blijven de tegelstenen aan de zijkanten van de put nog heet. Op dat moment wordt het brood gebakken. Het is heel dun brood. Ik keek naar zijn lippen. Mijn hart bonsde. Lavash wordt het genoemd, zei hij. Het is lekker brood. Ik gaf hem een kus naast zijn mondhoek. Nichon schrok. Sorry, sorry, zei hij, alsof hij mij had gekust. Het album gleed op de grond. De vlammen werden boos en schuurden tegen elkaar aan. Eén krant vatte vuur. In paniek sloeg ik het album dicht. Nishan stampte het vuur uit. Op dat moment liep jij nietsvermoedend richting tuinhuis met in elke hand een ijsje. Snel, daar is oma, zei ik. Nishan opende het raam. De brandlucht ontsnapte. Het is in orde, zei hij, en ik blies fors alle andere kaarsen uit. Je reikte ons de horentjes aan en keek bestraffend. Ik denk dat je wel doorhaat wat er gebeurd was. Maar je zei: Hier, voor stoute kinderen. Twee bollen, één mokka en één vanille. Als jullie nog ijs willen, moeten jullie naar binnen komen. Bedankt, oma, zei Jean zenuwachtig. We slopen het tuinhuisje uit als twee diefjes in de nacht, Jip en Janneke. Weet jij nog wanneer en hoe jij en opa beseften dat jullie een koppeltje gingen vormen, oma? Wie begon erover? Jij of hij? Ging het stuntelig of vanzelf? Bij mij en Nishan ging het vanzelf. Twee jaar geleden liepen we op een zomeravond door het gele maïsveld. Hij was zestien, ik veertien. Hij verstopte zich tussen de maïskolven en maakte vreemde geluiden. Ze leken op het koeren van een duif. Ik zocht en vond hem. De maïs was nog niet rijp. Toch voederden we de kippen van de boer de maïskorrels. Daarna lagen we hand in hand in het hoge gras. De zon stond hoog aan de hemel. Hij knipperde met zijn ogen en hield zijn hand als een saluerende soldaat boven zijn wenkbrauwen. Ik wil heel graag je vriend zijn, fluisterde hij tegen de wolken. Eindelijk, eindelijk. En ik, je vriendin, antwoordde de wolken die langzaam verder schoven. Maar jij bent nog te jong, zei hij. De graspriet plakte aan zijn onderlip. Ik zal op je wachten. Niet verhuizen, zei ik tegen een wolk die van vorm veranderde. Niet terug naar Armenië. Hij rolde op zijn rug en zocht naar woorden. Nooit meer, zei hij. Ik verhuis nooit meer. Beloofd. Hij stak zijn wijze middenvinger in zijn mond en beet op de kootjes. Beloofd. Hij hield zijn belofte. Hij verhuisde niet. Hij wachtte. Oma, vorige nacht werd ik gillend wakker. Ik droomde over een witte lift. De droom ging zo. Ik strompel over een stoep met losse stenen alsof ik gedronken heb of gedrogeerd ben. In mijn hoofd zit niks. Maar mijn hart vult zich met een kleverige brei, die zich straks tegen de wanden zal vastzetten. Aan het einde van de lange weg staat de lift als een Fata Morgana op grote grijze natuurtegels. Ik moet erin. De stralen van de zon priemen in mijn ogen die naar de lift worden gezogen. Mijn voeten komen los van de stoep en ik zweef naar de open deur. De lift spreekt met een ijzeren stem als ik op het onderste knopje duw. Eerste verdieping. Zegt ze. Ik kijk rond. De deuren sluiten razendsnel. Ik ben alleen. De angst kleeft nu als een smurrie tegen de zijkanten. Ik weet wat er zal gebeuren. De lift zal niet willen stoppen. Niet op de eerste verdieping. Ik zie het topje van mijn vinger op de rode stopknop duwen. Ik voel weer dezelfde paniek. De stopknop reageert niet. De lift zwijgt en raast omhoog. Ze draait als een tol. Mijn trommelvliezen breken. Ik leg mijn handen tegen mijn oren en staar naar de knopjes. Er zijn honderd verdiepingen. De witte lift gaat alsmaar sneller. Als een raket word ik in de witte ruimte geslingerd. Ik weet dat ze zal stoppen op het hoogste punt, maar ik ben vergeten hoe. Verlamd wacht ik af in een hoekje. Dan stopt ze. Ik stap uit en stap op het dak van een duizelingwekkend hoogvlatgebouw en durf niet naar beneden te kijken. En plots doe ik dat toch. Ik zie tuinen en stipjes, spelende kinderen. Dan haal ik diep adem en spreid mijn armen. De angst is verdwenen. Ik vlieg. Het voelt zalig als ik over de muren en de tuinen vlieg, lager en lager met de wind in mijn haar en happend naar lucht. Er ligt een dode baby in een van de tuinen. Een jongetje. Vergeef me, roep ik in de zwarte nacht. Mama zegt dat het goed is. Is dat zo, oma? Is wat ik deed goed? Zaterdag kom ik je huis versnipperen. Is het tuinhuisje al leeggehaald? Ik zal de knuffels van onze kinderjaren meenemen en een eind maken aan de geur van deeg, chocolade en suiker. Oma hoeft zelfs geen potje meer te koken in haar nieuwe flatje, zei mama. Alles wordt geregeld. Ze hoeft alleen nog maar dankjewel te zeggen. Dat is toch geweldig, Lies? En Rosemarijn, haar buurvrouw, is zo vriendelijk. Ik vind het griezelig dat mijn vinnige oma afhankelijk zal worden van andere mensen. Dat ze haar frisse huis inruilt voor binnendeuren uit melkglas en een wc met handgreep. De waarheid is, mama heeft weinig tijd voor jou. Nee, zeg maar dat het niet zo is. En dat papa na hun scheiding geen contact meer met je zoekt, zal ook wel pijn doen. Ik heb mama proficiat gewenst met haar promotie tot personeelschef. Die promotie kwam wat ongelegen. Het zit zo: voor mijn verjaardag beloofde ze een hele middag vrij te nemen. Ze zou s naar kantoor gaan, alleen maar om e-mails te beantwoorden en dan zou ze tegen de middag terug zijn. Is dat goed, Lise? Oké, okay, ma. Misschien kunnen we naar de Italiaan gaan, lasagne eten. Jij leuk! Is ook leuk. Mijn moeder en ik, die bediend worden door zo'n spetter van een Italiaan die denkt dat wij zussen zijn. De hele voormiddag nam ik thuis foto's van de rommel die zij had achtergelaten: vuile kopjes op het aanrecht, lippenstift op de rand, een vergeten omega-3-pil naast haar bord, kruimeltjes, de stoel waarin zij zat, de koffiekan. Tegen zessen ging de telefoon. Het was papa. Gelukkige verjaardag, Lise, ook van Linda. Bedankt, Pa. Ben je alleen? Ja. Wat ben je aan het doen? Plaatjes nemen. Waar is mama dan? Een bakje promotie halen. Pikant. Vooruit, zotte meid. Spring op je fiets. Linda maakt je lievelingseten. Lasagne? Lasagne. Ik ben naar hen toegereden, zonder een briefje achter te laten. Op de fiets stelde ik mijn mama's thuiskomst voor. Close-up. Haar hand zoekt de schakelaar. Ze knipt het licht aan. Ik wil haar ontgoocheling over mijn afwezigheid vastleggen, maar ze schopt opgelucht haar schoenen voor zich uit en ploft in de sofa, hoofd achterover en ogen gesloten. In de Gloria. De promotie is binnen. Het contract zit in een lederen mapje. out. Klepje voor de lens. Linda heeft haar hoektanden laten afronden en ziet er nu mooier uit. Ik heb bij papa een eigen kamer. Linda wil me helpen die te behangen. Leuk, hè? Ik mag het papier zelf kiezen. Mijn stiefmoeder is een soort libelle-flair-type. Een petemoei uit alternatieve sprookjes. Die gelooft in het openhartige gesprek achter handgegoten kaarsen. We hebben geen geheimen voor elkaar, goed, lieve Lize? Je mag me alles vertellen. Wat ze niet weet, die wollige Linda is dat ik haar niet nodig heb om mijn schuldgevoel in te pakken. Ik wil wel haar lasagne eten, want die is gewoon lekker. En ik wil ook met haar lullen over behangmotieven. Misschien kies ik wel voor bloemen. Lieve, lieve oma. Ik mis onze woensdagen nu al. Als we nou eens iedere woensdag naar elkaar mailen. Dat zou toch tof zijn, niet? En, verdorie, die fucking Nishan is mijn verjaardag vergeten. Geen kaartje, geen telefoontje, niets. Zelfs geen sms'je. PS1. Ik heb de oude Kodak meegenomen. Laat hem wel eens zien aan mijn leraar fotografie. PS2. Bedankt voor de muzikale verjaardagskaart. En ja, ik blaas zaterdag zeker 16 kaarsen uit. het taart? PS3. Mijn digitale fototoestel kocht ik in de aanbieding. Heb nog geld over? Hihi. -hi. Kusje, kusje, kusje. Lize.